Hoogbouw, hoge torens, 90, misschien wel 120 meter hoog, met heel veel woningen. En dat is echt het zichtbare begin van die nieuwe stadswijk die we hier willen realiseren. En die nieuwe stadswijk strekt zich uit van de snelweg tot voorbij dat witte kantoorgebouw. Op nog geen 2 vierkante kilometer langs de Afrikaweg, de belangrijke invalsweg naar het centrum van Zoetermeer, wil de wethouder een nieuwe, bruisende stadswijk hebben. Als je over 5 jaar door dit gebied loopt, over de Afrikaweg loopt, dan zie je aan beide kanten woningen, appartementencomplexen met een leuk barretje eronder, met een sportschool, een kinderopvang, maar ook de toegangswegen naar het gebied daarachter. Het gebied daarachter zijn de wijken Meerzicht en Driemanspolder. Een deel van de bewoners daar krijgt een heel ander uitzicht. Die gaan uitkijken op een mooie, groene, duurzame wijk. Maar het betekent ook dat de wegen die nu tussen de gebieden heen lopen, dat die veel mooier worden, dat die groener worden en dat daar waarschijnlijk ook minder hard gereden kan worden. Zodat het juist een verbetering is voor de mensen die er nu wonen. In totaal moet Zoetermeer de komende jaren maximaal 16.000 woningen bouwen. En veel ruimte is daar niet meer voor, dus de stad moet wel de hoogte in. De kantoren die hier nu staan zijn deels al leeg. En bedrijven die er nog zitten zullen op termijn moeten verhuizen.